Vandaag een korte vlog waarbij ik jullie weer een beetje ga vertellen en dit keer over het concurrentiebeding. Wat je ziet is dat er nog steeds in veel contracten voor bepaalde tijd een concurrentiebeding wordt opgenomen. Dat mag niet. Sinds 1 januari 2015 is dat namelijk niet meer toegestaan. Sindsdien mag je een concurrentiebeding alleen nog maar opnemen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ook wel redelijk, hè, want je bindt een werknemer maar voor een bepaalde periode aan je. En daarna is het maar de vraag of je die werknemer nog wil. Maar dan heeft die werknemer ineens wel een belemmering, wordt hij belemmerd om bij anderen te gaan werken. Nou, dat heeft de wetgever willen voorkomen en vandaar dat dat veranderd is in de wet. Nou, wat nou als je een concurrentiebeding hebt opgenomen in een contract voor onbepaalde tijd en je werknemer gaat weg en wil toch bij de concurrent gaan werken? Of hij gaat een eigen bedrijf starten waarmee hij met jou gaat concurreren. Hoe werkt dat dan? Kan je een werknemer altijd aan het concurrentiebeding houden? Wat ik zie in de praktijk is dat concurrentiebedingen door rechters best wel vaak nog geschorst worden of beperkt worden in duur. En waar kijkt een rechter dan naar als die een concurrentiebeding aanpast of een werknemer daar niet volledig aan houdt? Nee, dan wordt er vaak gekeken naar goed, hoe zijn de omstandigheden nu en waarom gaat een werknemer weg? En wat je ziet is dat als een werknemer echt promotie kan maken ergens anders, dus meer kan gaan verdienen of een hogere functie kan gaan vervullen, dat echt nog wel snel een reden is voor een rechter om een concurrentiebeding te schorsen. Hoe kun je als werkgever dat nou voorkomen? Want als een werknemer promotie kan maken elders, kan hij jou nog steeds schade toebrengen. Je hebt helemaal geen invloed op die promotie en of die dus die promotie kan gaan maken bij een ander. Want die concurrent kan dus flink aan hem trekken. Nou, ik denk dat je als werkgever er goed aan doet om in je arbeidscontract niet zomaar een standaard concurrentiebeding op te nemen. Ga als werkgever nu gewoon eerst ook eens denken van, god, wat is nou mijn belang? Wat kan die werknemer die bij mij gaat werken mij nou aandoen als hij vervolgens vertrekt en ergens anders gaat werken? Welke kennis krijgt hij van mij en wat kan hij met die kennis doen wat ieder ander niet kan doen? En welk belang, welk bedrijfsbelang dat ik heb, kan hij daarmee schaden? Als je die overwegingen nou ook gewoon in je arbeidscontract zet en dus aangeeft wat je wil beschermen als werkgever met het concurrentiebeding en het dus ook daartoe beperkt, dan denk ik dat je veel grotere kansen hebt dat een werknemer altijd aan zijn concurrentiebeding gehouden wordt en een rechter het niet zo makkelijk schorst. Ik denk dat je met zo'n concurrentiebeding een heel eind komt, dat je belang beschermd wordt en dat een werknemer daaraan gehouden kan worden.